De storm heeft een spoor van schade achtergelaten. Ook op camping RCN in Zeewolde aan het Veluwemeer heeft hij flink huis gehouden. Zodra de storm was gaan liggen, inventariseerde de parkmanager wat er allemaal sneuvelde. We hebben wel een paar duizend euro schade, schat ik. Wij zelf, maar ook gasten. We hebben ook gasten die een caravan laten staan in de winter. En daar zijn wel aardig wat voortenten ingestort. En één caravan die is helemaal doormidden gezaagd door een boom. Is er eerder zoveel schade geweest als nu? Nou, niet wat ik me kan herinneren. Ik zit hier nu 4 jaar en dit is wel flink. Er zijn heel wat bomen omgegaan. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken. Maar ja, wel behoorlijke schade. Ik denk wel het meest van de laatste jaren, ja. En ja, hoe reageren eigenlijk campinggasten die dus nu zo'n ingestorte voortent hebben? Ja, we bellen ze nu. We hadden nu 14 ingestorte caravans, dus die mensen bellen we op om te waarschuwen dat die ingestort is. En dan kunnen ze langs komen. Maar ja, meestal is het gewoon bedankt dat we bellen. Maar verder ja, kunnen wij er ook weinig mee. Dus ze komen meestal snel om te kijken of ze het kunnen repareren. Die caravan heeft het duidelijk niet overleefd. En er was meer ellende. Bij de op de camping gelegen surfschool aan het Veluwemeer is een kunstwerk deels kapot gegaan. En het rieten afdak grotendeels weggewaaid. Op het campingterrein liggen her en der geknakte bomen en afgebroken takken. Van een aantal oudere bungalows is plaatwerk gevallen en het konijnenhok is omgewaaid. De konijnen bleven redelijk rustig. Die zijn vaak heel nieuwsgierig. Ze zien dat er wat verandert op hun terrein en dan gaan ze het gewoon met z'n allen bekijken. Niet spannend. En voor u betekent dit dus de komende dagen gewoon extra werk? Ja, we hebben wel redelijk wat extra werk, denk ik, door het opruimen van bomen en takken die overal liggen en herstelwerkzaamheden. Het meest vervelende is de schade. Dat je wat extra werk hebt, dat is niet zo erg, maar die schade is natuurlijk behoorlijk en dat is minder prettig. Is zoiets nou nog meer te voorkomen? Nee. Dit soort extreme gevallen kun je niks aan doen. De komende dagen wordt de camping zoveel mogelijk opgeruimd en gerepareerd.